We zijn hier aan de tiny house, die we met onze VZ2 scrap gemaakt hebben. Uit bijna volledig gerecupereerd, hergebruikt materiaal. Je zou het niet meteen zeggen, maar het volledige interieur van dit kleine huisje is oud. Het tiny house is net klaar, volledig afgewerkt door kunstenaar Pieter en zijn kompanen van VZ2 Scrap. We zijn gestart met die keukenblok. Dat is ook een oud vintage keukentje eigenlijk, dat we via gekregen hadden. Er hangt wel een andere onderplaat in. Hier aan de zijkant hebben we wel een beetje geschilderd. Die handvatjes wat opgeblonken, maar voor de rest... En een nieuw werkblad, dus dat werkblad, het oude werkblad hebben we eraf gedaan. Nieuw werkblad erop gelegd, nieuwe toestellen erin, de tegels geplaatst. Die tegels komen uit een verlaten garage, een Iveco-garage. En eigenlijk alle materialen hier hebben zo'n verhaal, die komen van ergens. Quasi alle materialen kregen hier een tweede leven. Alleen de multiplex muurbekleding is nieuw en enkele keukentoestellen. Dat is altijd de overweging die we proberen maken met de VZ2. Waar trekken we de grens in nieuw of hergebruik? En omdat we... Eigenlijk is ons belangrijkste doelstelling is duurzaamheid. En dan kiezen we liever voor nieuwe toestellen die nog lang meegaan en die weinig verbruiken, dan oude toestellen toch opnieuw erin te plaatsen die eigenlijk heel veel energie gebruiken. We zijn dat project hier gestart vanuit Scrap, onze VZ2. En we bestaan al een jaar of 2, 3. We zijn wel al langer bezig als kunstcollectief. Dus we zijn een soort van makerscollectief dat te samenkomen is vanuit een passie voor hergebruik, vanuit een liefde voor dat werken met die materialen. En bij mij zit dat er al in van kinds af aan. Dus zolang dat ik me kan herinneren dat ik eigenlijk al materialen verzamel, dan naar huis breng en daarmee pruts en creëer. En dat is wat we nu nog altijd doen. Het is goedkoper. Nieuwe materialen zijn gigantisch duur. Maar het nadeel aan het werken met recuperatiemateriaal is dat het veel tijd vergt. Je hebt geen standaard maten, waardoor dat je eigenlijk vaak voor de verrassingen komt ook. Maar dat maakt het huisje en werken met recuperatiemateriaal net zo uniek. De plannen van VZ2 Scrap zijn groot. Ze renoveren huizen, bouwen tiny houses als deze en willen binnenkort een winkel openen. De laatste jaren hebben ze wat geëxperimenteerd met het ook openstellen van ons eigen materiaal naar het publiek. En dat willen we nu nog gaan opentrekken en eigenlijk deze zomer een soort van kringloopwinkel voor recuperatiemateriaal opstarten. Op de Arsenal site in Gentbrugge. En dat is voor deze zomer al. En hier in het tiny house komt deze week nog iemand wonen.